Daar zijn we weer. Welkom terug bij een nieuwe XCOM-dag. Het is je boy Tom met een nieuwe aflevering van XCOM 2 War of the Chosen. En laten we allereerst even reflecteren op wat er vorige aflevering is gebeurd. Sorry daarvoor. Jezus, dat ging echt een potje enorm slecht. Dat kun je ook zien aan de hoeveelheid gewonde soldaten die we hier hebben. Het is niet fraai. We hebben een heleboel mensen die moe zijn en een heleboel mensen die best wel gewond zijn. Dus wat dat betreft, ik denk dat we de komende missie waarschijnlijk met rookies moeten gaan spelen. Maar without further ado, dat kan alleen maar fout gaan. We wachten nog 3 dagen op het clearen van wat alien debris. Zodat we door kunnen met onze metagame build hier. En we hebben nog wat research gaande bij Tigan die bezig is met Resistance Communications. Oké. In de tussentijd, dat is dus wel in de richting voor de campaign. En ik zie dat hier supplies zijn, dus laten we die maar meteen gewoon op gaan sporen. In de tussentijd op de achtergrond draait ook een covert action. We gaan kijken hoe onze eerste covert action is gegaan. Dat zal ergens binnenkort... Oh, nog 6 dagen, oké. Okay. En dan gaan we MOX terugkrijgen als dat klaar is. In de tussentijd, ik ben over mijn verwondingen heen en we hebben het Resistance Communication Research gecomplete. Wat wil zeggen dat we nu vrienden kunnen maken in de regio. Lekker lokaal. Ja, je ziet het hier, we hebben nou Resistance Radio, dus we kunnen nu daadwerkelijk de ploegen van overlevenden een beetje opsporen om met hun samen te werken. En daar zijn we voor inspired om dat sterker te maken, dus laten we dat dan meteen doen. Dat gaat nog 4 dagen duren, dus in de tussentijd blijven we gewoon lekker scannen voor die supplies. En dan hoop ik dat we snel in de missie kunnen komen. En je ziet het hier al, dit zijn de regio's die we soort van vrij kunnen spelen als we contact maken met de Resistance, de lokale Resistance. Oké, en dit is een regio die we sowieso vrij moeten spelen voor het verhaal, zodat we de Black Site aan kunnen vallen. Nogmaals, ik denk dat we te vroeg zijn voor de Black Site. Ik denk dat we echt minimaal 5 mensen in onze squad kunnen krijgen. Misschien wat sterkere wapens, dan kunnen we dit zeker doen. Maar anders wordt dit echt een missie waar we mensen op gaan verliezen. Oké. Anyway. Oh, dat was niet de bedoeling. Ik wou niet terug. Terug naar de bridge. Oké, want we zijn hier nog steeds bezig met die supplies, maar in de tussentijd hebben we hier natuurlijk ook meer supplies liggen die we sneller op kunnen rapen. En eigenlijk zouden we dan contact moeten maken met New India. Ik denk dat dat ons stappenplan is. Maar in de tussentijd zullen we vast aangevallen worden of iets in die richting. Oké, ons alle Peter is klaar om granaatjes te lanceren. Dat is goed. Dan kunnen we in de tussentijd kijken of we hier, want hebben we genoeg supplies om hier ook iets daadwerkelijk van... Jezus, assassin, hou je mond. We kunnen hier nog niet de squad size vergroten. We hebben echt te weinig supplies voor. Dus dat is eigenlijk stap 1. Zodra we die supplies krijgen is vergroot die squad size. En dan kunnen we misschien kijken voor wat andere leuke bonussen. In de tussentijd, Peter is dus klaar. Dus we kunnen iemand anders trainen. Dus laten we zeggen van, oh laten we Michiel trainen. Vind ik toch wel belangrijk dat we... Oké, Michiel wou volgens mij een sharpshooter zijn. Michiel is natuurlijk de reviewer van XCOM 2 en War of the Chosen bij ons op de site. Dus dan vind ik het wel zo netjes om Michiel ook mee te nemen in ons XCOM avontuur. En hij wordt zoals gevraagd een sharpshooter. Volgens mij, ik weet het niet meer zeker, maar ik dacht dat hij ook een beetje gunslinger wou zijn. Maar dat zou ik even een tweet van hem terug moeten checken. En jazeker, we hebben zowaar ook gewoon supplies gekregen door deze dingen klaar te maken. Dus dan kunnen we nu, zowaar, ja boy. Ik koop hem meteen, er komen toch meer supplies aan. We hebben nu echt 19, veel te weinig om überhaupt iets te bouwen op de plek die hier is vrijgekomen. Maar dan hebben we in ieder geval straks, als we aangevallen worden of wat dan ook, of als we uit moeten rukken, kunnen we met 5 man uitrukken. En, en zodra ik weer terug wil, zijn we weer verder met die metagame. Dus we hebben hier 2 vrije ruimtes die we in kunnen gaan richten, mits we daar de supplies en de engineers voor kunnen vinden. Wat we sowieso nodig hebben is een resistance ring, om meer van dat soort covert actions uit te voeren en meer influence te krijgen bij verschillende factions. En de proving ground, die hebben we gewoon nodig om de skulljack te maken. Voor de rest is dit, ja, dit zouden allemaal super fijne dingen zijn om te bouwen. Maar ze zijn een heel stuk duurder en ze zijn niet handig in de campaign. Dus ja, dat wordt een beetje afwegen wat we straks gaan doen. Maar eerst, kom op jongens, even die supplies krijgen. Wordt wel erg vaak onderbroken, moet ik zeggen. Oké, de assassin is iets sterker geworden. Dus we hebben daar iets minder inkomen van, maar that's it eigenlijk. Ze wordt niet sterker met een nieuwe ability of zo. Nog niet in ieder geval. Resistance Radio is gebouwd. Dan wordt het denk ik eigenlijk wel tijd om iets sterkers te gaan creëren voor onszelf. Ik weet dat de Stunlancer autopsie geeft ons een sterker zwaard voor de Ranger, wat heel handig kan zijn om bijvoorbeeld aan Guido te geven, mits die ook weer een keer over zijn verwondingen heen komt. Maar Magnetic Weapons hebben we echt heel hard nodig. Het duurt alleen 19 dagen. Ik weet niet of dat gaat lukken in deze XCOM-serie. Dus wat is het slimste om nou even te doen?
Ik denk dat we toch gewoon voor die leuke, wat betere arcblades moeten gaan voor onze rangers. Tiger mag weer iemand opensnijden. Altijd leuk. Although they are equipped with weapons capable of administering non-lethal blows, recent reports indicate an increasingly aggressive stance taken by these units. Ik moet wel zeggen, het is fijn om een van deze gasten open te snijden, want ze zijn ontzettend irritant in het veld. Ze stunnen altijd je meest waardevolle soldaten. Commander, based on my research in collaboration with Shen, I believe we can reduce the intel costs of contacting additional regions by building radio relay towers along our network. The further a region is from a relay, the more it will cost us in intel. So I would suggest building relays along the remote edges of our existing network. I believe the resistance will be grateful for the construction of these relays. They may reward us in kind. Oké, dus naast het contact maken met regionen kunnen we er ook nog eens een keer een mooie radiopaal neerzetten. Sure. Oké, en Sander en Guido zijn terug van hun missie, hebben het goed gedaan. Sander heeft de promotie en we kunnen daadwerkelijk Mox gaan bevrijden. Dat is geloof ik best wel een leuke missie, dus zullen we die maar gewoon meteen oppakken? Ik weet dat we nog steeds niet de supplies hebben, maar goed. Oké, wij krijgen onze eerste sitrep. De sitrep zegt, all soldiers on this mission will gain a single charge of conceal ability. Dus iedereen kan terug shadow in. Of niet shadow, maar iedereen kan terug in de concealment. Waardoor we twee grote ambushes op zouden kunnen zetten per missie. We mogen maar 3 man meenemen. Dat is dus volgens mij al met 1 dus erbij. Normaal zou het dan 2 zijn. Maar omdat we dus die squad size improvement hebben... Wat dat betreft is het wel interessant om te kijken wie we zoal mee kunnen nemen. Want dit is een beetje een covert action. We willen het zo ongezien mogelijk doen. Dus ik denk dat we serieus hier al meteen een goede layout hebben. We hebben mij als sniper mee. En 2 rangers die up close en personal alles kapot kunnen maken met hun shotguns. Daar ben ik blij mee. Nou is alleen wel de vraag, kunnen wij... Dat was niet de bedoeling. Dat wilde ik niet. Oké, snel terug. Build items. Kijk of ik iets mee kan nemen wat misschien handig is. Een flashbang of een smoke of zo zou oprecht best wel handig zijn. We hebben die 1. Dus wat we dan gaan doen is we maken die even vrij. En we gaan kijken wie van ons wat upgrades kan gebruiken. Bijvoorbeeld Lenny hier. We kunnen hem een upgrade geven. Een expanded magazine zou op zich wel handig zijn. Laten we eens gek doen en dat gewoon erop gooien. Hij heeft een groter magazine size. Helemaal prima. En zijn loadout is, in plaats van een granaat, neemt hij die flashbang mee. Nee, wacht, de flashbang gaat mee met mij. Flashbang heeft best wel een groot bereik, dus dan is het slim om in plaats van mij een granaat de flashbang te geven. Zodoende. En mijn wapen kan ook een upgrade gebruiken, want we hebben dat natuurlijk vorige ronde compleet vergeten. Dus een extra scope, of een betere scope. Je hebt niet zoveel aan 2. Ik hoop dat dat ervoor zorgt dat ik wat meer... vijanden kapot kan schieten en wat minder gaan missen. Dan hebben we Guido nog. Guido heeft het fantastisch gedaan de afgelopen afleveringen. Laten we hem dan ook even een leuke upgrade geven. Hij krijgt ook een scope. Boeien. Het ziet er, het ziet er niet uit. Vind ik dan. Maar goed. We kunnen bonden. Ik ben benieuwd of dat slim is om ons nu te bonden. Want ik heb het tot dusver niet gedaan. Omdat we een ranger en een sniper zijn. Maar zullen we het voor de grap gewoon doen? Nee, we doen even geen poster. Posters zijn voor een andere keer. We hebben missies om naartoe te gaan. Dus Guido en ik hebben nu een bond. En we gaan kijken of dat iets van benefits voor ons kan hebben in het veld. Maar laten we erin duiken. We gaan erin. Dus Lenny, Guido en Tom lopen in een bar. Oké, we gaan ervoor. We gaan Mox bevrijden. Voor zover ik weet is Mox wel unconscious. Het is dus, hij is niet bij bewustzijn als we hem bevrijden. Het is niet van, oh, guns blazing, hij rent mee naar buiten en je kunt hem meteen besturen. Je moet hem echt naar buiten slepen natuurlijk. Oké, here we go. Als bazen rollen ze naar beneden. Oké, we hebben security level 1. Dat is goed. Ik weet 1 ding. Ik weet 2 dingen. Ik weet voor 1 dat we compleet concealed naar binnen kunnen sneaken. Ik weet alleen ook dat op het moment dat je Mox bevrijdt met nog 0 vijanden die ervan af weten... dan zijn ze in één keer wel op security level 10 en roepen ze meteen reinforcements in. Dus ik weet dat sowieso de fan
gehit gaat worden. We sturen onze rangers vooruit. Voorzichtig, we moeten weten waar de vijanden zitten, hoe hun patronen zijn, kijken of we er langs kunnen sneaken. Lenny vindt nog niks. Lenny mag voor mij iets dichterbij. Ik denk dat hij hier wel veilig is. Ja, kijk, daar gaan we. Oké, en wij hebben een bonded vriendschap hier. Een van die dingen is teamwork. En dat is zeggen dat je kunt één van je beurten aan je bondmate geven. Dat zou heel interessant kunnen zijn. Ik ga even hier naartoe, want ik heb dan waarschijnlijk iets beter zicht met mijn sniper. Maar het geven van beurten zou ontzettend handig kunnen zijn. Ik zit even te denken, waar moeten we precies naartoe? We moeten daar naartoe. Dan kan het denk ik wel slim zijn voor mij om gewoon een beetje op de outskirts, wat ze waarschijnlijk niet gaan komen, daar gewoon alvast klaar te gaan staan. Oké, we zien nu best wel wat vijanden. Dat is fijn, want dan weten we allemaal welke kant ze op gaan lopen. Ja, die turrets gaan niet een kant op lopen. Dat is trouwens wel de eerste keer dat we turrets zien, volgens mij, in de game. Hoe dan ook, dan hebben we ons aller Guido. Guido heeft een veel groter bereik, omdat we hem volgens mij iets wat meer mobility hebben gegeven. Volgens mij was dat met die laatste covert action. Ik weet niet of ik het hier vertrouw, maar... Kan hij naar boven? Nee, hij kan niet naar boven. Ik zeg, hij gaat hier naartoe. Oké, nu gaan we kijken hoe de vijanden gaan lopen. Deze komt bijvoorbeeld onze kant op, maar zijn zichtsveld is niet zo heel groot. Dus hij gaat ons niet spotten of zo. Dus wat dat betreft is het fijn. Oh shit, hij komt al heel dichtbij. Maar hij spot niks. Dus we kunnen daar gewoon feilloos langs lopen. Die guy loopt weg, dus waarschijnlijk hebben we niet eens omkijken naar hem. Behalve als shit de fan hit. En Lenny zou hier al naar binnen kunnen. Ik laat hem een halve stap zetten. Puur om te kijken of we nog meer vijanden kunnen zien. Dit lijkt veilig hier. Dit hierachter lijkt veilig. Dus Lenny mag voor mij enigszins ballsy alvast naar binnen kijken. Ik zou er omheen kunnen lopen. Nee, er is echt geen manier om hier doorheen te gaan. Dus waarschijnlijk is het slimste... Hier eromheen? Nee, dat gaat hem gewoon niet worden. Ik moet denk ik terugvallen. Ik val een stukje terug en hou daar even pauze. Misschien dat ik een extra beurt geef aan Guido. We gaan even naar Guido. Ik denk dat Guido relatief makkelijk ook gewoon die kant op kan lopen. Ik denk ook dat hij dat moet doen. Guido gaat ook... Want we weten dat hier geen vijanden zitten. Dus we kunnen hier gewoon naar binnen sneaken. Onze bedoeling is nou niet om ze een mooie ambush te geven en ze kapot te knallen. Maar gewoon kijken of we er langs kunnen lopen. En pas als we binnen zijn en veilig met veel dekking, dat we dan in één keer losgaan. Of opnieuw concealment intreden, want dat kunnen we allemaal. In dat geval geef ik Guido een extra beurt vanaf mijn positie. Ik hoop dat ik niet gespot ga worden, maar ik denk dat het net buiten bereik valt van die kerel. Misschien dat hij wel weer omdraait. Dus Guido kan nou het voortouw nemen en helemaal naar binnen gaan. En dat was onze beurt. Sneaky, sneaky. Kijk, deze guy draait alweer om en dat geeft mij ook weer de mogelijkheid om gewoon relatief veilig naar binnen te wandelen. Maar laten we eerst Guido even een beetje laten scouten. Want Mox ligt al hier, we zijn al aardig dichtbij. Ook zonder iets van deuren open te hoeven doen, fantastisch. Tot dusver gaat onze sneak best aardig. Oké, ik zie hem wel, hij ziet mij niet. Hij gaat mij waarschijnlijk ook niet zien, want die ene guy loopt. Hij lijkt hier relatief vast te staan. En dat is prima, want hij gaat ons niet zien op deze manier. Guido, jij bent de MVP. Ren naar binnen. Ik denk dat het Guido is die Mox gaat bevrijden. Oh. Ik zit me ook net te bedenken dat ik geen specialist heb meegenomen. Een specialist had natuurlijk mooi vanaf een afstandje die deur kunnen hacken. Oké, ik sta hier duidelijk buiten nog een oogje in het zeil te houden. Wat ik dan ga doen is... Zou ik erop kunnen komen? Ik kan deze beurt er nog niet opkomen, maar ik ga alvast ergens met full cover staan. Iets dichterbij en ik heb als het goed is vanaf hier zicht op alle vijanden. Oh shit, gaat hij mij zien? Ik denk het eigenlijk niet. Dus een detect radius had dit net niet gecoverd. Nee, oké, dus we zijn nog steeds veilig. Dat is goed om te weten.
Wederom Guido. Guido, ren maar naar die deur. Je kan net niet bij de deur komen om hem te hacken. Dat is dan wel weer jammer. Of kan ik hem vanaf deze positie al hacken? Ik kan hem vanaf deze positie al hacken. Het probleem is, dan gaat het los. Zodra ik dit doe, zijn de vijanden dan shit hit the fan. Dus wat we dan doen, is we zetten iedereen op Overwatch. Lenny heeft hier ook een goed zicht, dus die gaat hier ook op Overwatch. Lekker dichtbij ook, fijn voor die shotgun. En dan gaan we voor de hack. En nu gaat het los. Als de hack lukt, maar ik weet niet hoe goed Guido hierin is. We gaan sowieso winnen, maar we gaan... Oh, dit zou zo fijn zijn. Unlock this door without triggering security protocols. Dat gaan we niet redden. Maar ja, goed, so be it. Oh! Maar nee, oké. Okay. Nee, toch niet. Oké, laat maar. We hadden een hacker mee moeten nemen. Overduidelijk. Want nu... Shit will hit the fan. Stront is aan de knikker. We moeten daar naartoe. Dat had ik niet verwacht. Dat is wel de veilige kant. En Mox is bevrijd. Maar nog steeds... vrij dood. Oké, dus nu gaan ze rennen. Maar hier zijn we op voorbereid. Overwatches. Lenny, breek die ruit. Rook die peuk. Schiet hem neer. Hoppatee. Holy shit. Lenny on the move. Oké, en de turrets zijn nu ook getriggerd. Nou ja, goed. Die gaan geen kant op, dus dat is fijn. De turrets kunnen ons volgens mij niet eens raken vanaf hier. En hier kom ik. Met mijn sniper op point blank range. Dude, wees voorbereid compleet kapot geschoten te worden. Bij deze. De muur ging kapot. Fanta spatte in het rond. Ik ben tevreden over de gang van zaken hier. Oké, dat was hun beurt. Want de turrets kunnen ons duidelijk niet raken. Oké, de turrets kunnen ons wel beschieten. Maar ik sta veilig, dus... Hier, knal de muur kapot. Boeit mij toch. Hij gaat op Overwatch, dat is prima. En daar komen meer vijanden aan. Sterker nog, die kunnen we kunnen klaar gaan staan om ze gewoon echt kapot te raggen meteen. We kunnen ook... En dit is misschien wel heel erg interessant voor ons om te doen. We kunnen ook wederom de shadow ingaan en gewoon hem eruit lullen. Is interessant dat we dat zouden kunnen doen. Maar laten we eerst even Mox oppakken. Mox ligt hier, dus ik moet echt één stap naar binnen zetten. Kan Mox... Nee, ik wil niet de deur dicht doen. Ik wil Mox oppakken. Kom hier, gekke alien. Oké. Het lijkt me een zaak dat... Kan hij door de muren heen? Hij kan niet door de ramen heen. Dat is naar. Hier is wel een uitgang. Laten we met Mox even voorzichtig doen. Dus laten we even wel gewoon binnen blijven. Wat is de veiligste plek hier? We gaan wel lopen, maar we blijven binnen. Ik wil niet buitenom gaan als er nog meer vijanden binnenkomen. Oh shit, Overwatch. Oké, dat is mis, maar... Ook bizar eigenlijk dat hij me zag. Ik zat volledig binnen. Ik weet niet of dit slim was om hem deze kant op te zetten. Lenny... Wacht. Kan Lenny niet gewoon echt heel lekker een granaatje gooien? Tegelijkertijd, er komt een... De volgende ronde komt hier in één keer een heleboel gezooi binnen. Dus misschien is het zaak dat we... Wacht, ik ben er ook nog. Wat zijn mijn schoten hier? 80 om dit ding gewoon echt compleet naar de kloten te schieten. En 79. Tegelijkertijd, ik zou ook een fantastische Overwatch hier kunnen hebben. Dit is lastig. Ik wou dat ik Mox neer kon zetten en ook met Guido kon schieten. Want dit is eigenlijk iets te veel firepower om hier iets moois van te maken. En we moeten helemaal om het gebouw heen überhaupt. Of we moeten een... Nee, trouwens, we kunnen ook gewoon een gat hierin blazen. Misschien is dat wel het slimste. Misschien is het echt gewoon het slimste om gewoon een granaat te gebruiken om dit kapot te maken. Zodat we gewoon snel naar buiten kunnen. En hem eruit naaien. Ik hoop dat deze muren kapot kunnen. Oh, ik hoop zo dat deze muren dan wel kapot gaan. We gaan het proberen. Ik weet dat de tutorial ons dit heeft geleerd, maar... Ja, oké, de muur is kapot. We kunnen hem eruit naaien. Fantastisch. Tegelijkertijd heb ik mezelf hier nog staan. Ik zou in Overwatch kunnen gaan en dan kunnen gaan schieten. Of ik begin nou gewoon al te poppen. Ik heb ook nog die flashbang. Als ze straks landen, zitten ze wel waarschijnlijk allemaal vrij dicht bij elkaar. Dus dan zou ook een flashbang zou fantastisch veel damage kunnen doen. Laten we dat 80% schot nemen. We kunnen hem theoretisch gezien meteen neerkijken. We kunnen ook volledig misschieten. Zo, die scope doet zijn werk wel echt heel goed. En hier komen de reinforcements aan, oké. Ik weet niet of de reinforcements
blijven komen of dat het één keer is. Oh shit, ze hebben wel een priester bij. Jongens, ik kom jullie vertellen over het woord van God. Het zijn er wel maar twee, dat valt mee. Maar de priester kan heel erg naar zijn. Ze verspreiden. Oh, er is nog een guy. Hij heeft zoiets van, hey jongens, ik was er ook. Hij was echt een peuk aan het roken, gewoon in de volken voor. Oké, dit hadden we verwacht. We zitten daar onder best wel goede cover. Deze guy gaat het ook proberen. Hij heeft een beter schot. Maar alles is mis, dus dat is goed. Dus ik ben eigenlijk voorstander van om Mok zo snel mogelijk weg te krijgen en dan te kijken wat we daarmee kunnen doen. Of we Guido nog kunnen gebruiken. Er komen meer reinforcements aan. En de muur ontploft nog een keer. Belangrijk. Guido kan het bijna redden. Dus Guido gaat meteen naar achter. Misschien had ik gewoon Mok's neer... Oh shit, er is nog meer Overwatch. Maar goed, er zitten muren tussen, dus niks aan de hand. Ze missen alles. Guido is niet te raken. Zelfs met een enorm lichaam bij hem. Oh ja, tuurlijk, je had er omheen kunnen lopen. Maar dit is inderdaad veel slimmer om overal de moeilijke route te nemen. En met een lijk over je heen te klimmen. Oh, een lijk. Hij is niet bij bewustzijn, dat is alles. Oké. Wat we nu eventueel kunnen doen, en dat is misschien wel het slimste, is onze andere soldaten in concealment gooien. Wat volgens mij gratis is. Oh shit! Als hij nu gaat lopen, wordt hij al detected. Dus dit had nul nut. Dit had nul nut. Ja, wat ik zou kunnen doen is natuurlijk op Overwatch gaan. Dat zal niet heel veel beter zijn. Misschien moeten we het gewoon op rennen zetten en gewoon die concealment breken. We zetten het op een rennen en we laten ze misschien naar ons toe komen? Of ik weet niet wat het slimste is hier. Ik wil op zich ook wel toffe, mooie... Ja, kijk, we zijn gespot, dat staat eraan te komen. Ik wil op zich mooie plays gaan maken, maar ik denk dat dit serieus het slimste is. Om gewoon met zo min mogelijk damage hem eruit te naaien. Kijk, ik kan wel makkelijk op concealment gaan. Mij gaan ze niet vinden. Kijk, hier is de detect radius, dus ik ben vanaf nu in de shadows. Wat ik nog kan doen, is eventueel die loot meepakken. Ik weet niet, ik kan niet zien of het goede loot is. Je weet het nooit. Het zou interessant zijn, maar misschien kan ik beter gewoon ook gaan voor plays. Al heb ik echt flutschoten. Ja, we kunnen hem er allemaal uitnaaien. Ik ben al bijna in één zet, kan ik er alweer zijn. Ik denk dat we op veilig gaan spelen. We trekken terug. We naaien eruit met de persoon met wie we hadden moeten komen. Dit is geen missie van schiet zoveel mogelijk vijanden neer. Het is goed voor onze XP. Het is goed voor ons, weet ik veel, woede aanvallen ofzo. Maar dit kan heel erg fout gaan. Kijk, ze hebben nu ook al een stunlancer en nog zo'n priester erbij, tuurlijk. Oh, hoe zijn die binnen gespawnd? Oké, ze mogen deze ronde toch niet aanvallen. Dus we gaan kijken wat de rest gaat doen, maar die moeten toch allemaal vooruit komen, denk ik. Oh god, ja oké, het was heel slim om eruit te naaien, want ze komen nu echt heel dichtbij. De loot, weet je, hey, so be it. Je kunt niet alles hebben. Allereerst Guido. Zorg dat het lijk weg is. Dan zeg ik weer lijk, weet je, Mox is niet dood, maar ja, echt levendig is hij ook niet. We naaien hem eruit. Ik weet het, saai, laf. Maar 3 reinforcements. Het is het niet waard. We kunnen nog proberen een schot te maken. We staan veilig. Laten we gewoon voor die 41% kans gaan. Going out with a bang. Lenny is de MVP. Lenny knalt er gewoon nog eentje neer en naait hem er dan uit. Wat een baas. Lenny, ik ben zo trots op je, maat. En dit is klaar. Dit is... Moving to designated coordinates. Ze hebben mij nog niet gezien, dus ik praat nog heel sluiperig. Oké. Ik ben tevreden. Weet je, weinig kills, maar best wel ongezien erin gesneakt. Flawless. Hier, XCOM zegt flawless. Je hebt 7 enemies niet gekilled, maar je bent er maar gewoon goed uitgenaaid. Ik ben tevreden. Dit is helemaal prima. Advent needs your help in locating the fugitives who escaped custody earlier.
Ik ben echt benieuwd wat mensen hiervan vinden. Of ze zoiets hadden van, je had hier juist heel veel XP op moeten winnen. Of dit is de juiste keuze geweest. Ik moet zeggen, ik blijf het bizar vinden dat we in deze playthrough nog geen overlijdensgeval hebben gehad. We zijn nog niemand kwijtgeraakt. Belachelijk. Eigenlijk echt belachelijk. En Lenny is een rang omhoog. Lenny wordt een Blade Master, denk ik. We hadden volgens mij al iemand die op de... Volgens mij Guido zat in deze... Wacht, kunnen we kijken waar Guido op zit? We mogen niet zien waar Guido op zit. Ik denk dat het gewoon slim is om Lenny gewoon wild te laten gaan met zijn zwaard. Sure. En Lenny was gebonden aan Akeo, die we helaas niet mee konden nemen. En jee, Mox is terug. Mox natuurlijk met zijn fantastische Batman-achtige abilities. Ik denk dat hij heel fijn is om nu te hebben. En we winnen natuurlijk wat influence bij verschillende facties. Helemaal mooi en aardig. Ik vind het prima. We zijn low op supplies. We moeten nog heel veel dingen scannen. We moeten nog contact maken met New India. We moeten nog de Proving Ground gaan maken. Maar dat komt allemaal. Dit was het in ieder geval voor deze aflevering van XCOM de dag. Ik weet niet wat jij ervan vond. Ik ben tevreden. Ik ben blij dat nog steeds niemand dood is. Misschien is het wel heel erg saai om te zien op deze manier. Maar ik denk dat ik het goed speel. Ja, anyway, hoe dan ook. Laat me weten wat je ervan vond. En vergeet niet, we zijn er volgende week weer met een nieuwe XCOM de dag. Dit was Tom van Gamersnet.nl. Tot snel!